Het Artiestencafé met muziek en informatie. Hier is uw presentator Hans Vrielink. Hartelijk welkom hier in het Artiestencafé hier in Bokhoven in het Veerhuis. Gezellig aan tafel, dames en heren, Wil van Schijndel. Daarnaast Clemens van Dracht. Natuurlijk. Van de deurzaak is hier rechts van mij Danny van Ham. En je hebt hem al gezien, Niek Dame. Met Willem en Clemens praten we over de deurzak. Is genoeg over te vertellen, neem ik aan, heren, of niet? Ik dacht het wel, zo'n een jaartje 40. Dat neem ik aan. Met jullie praat ik, Niek en Danny, over een nieuwe cd die uitgebracht is. Ja, prima. En een pracht van een cd. Dus we kunnen gewoon niet wachten dat we daar straks over gaan hebben. We beginnen eigenlijk over de tijd van de heren van de deurzakkers. Maar voor die tijd van de deurzakkers hebben jullie elkaar leren kennen natuurlijk. Je hebt samengewerkt in de tijd bij Frans de Kok. Ja. Maar, hoe begin is het? Begin jaren 70. Precies, maar hoe is het begonnen eigenlijk voor jou, Willem? Waar ben je geboren? Ik ben geboren in Den Bosch. In een bos? Ja. Waar ergens? In het ziekenhuis. Maar het ziekenhuis. Welk ziekenhuis was dat? Waar de parade was. Hoe heet, ik weet niet meer hoe het ziekenhuis... Het grootste ziekenhuis. Ja, volgens mij wel. Ja. Daar ben ik geboren. Okay. Johannes en Deo. Maar niet van daar ben ik geboren, dus er staat in mijn paspoort. Oké, okay, waar ben je gaan wonen in Den Bosch? Nou, ik heb daar een heel klein bedje, toch? Een piekertje. Het punt was, in die tijd werd je geboren in de bos en dan stond het in je paspoort. Maar mijn ouders woonden in Udenhout, dus ik heb daar een paar dagen in het ziekenhuisgebied van gewoond. Okay. En toen zijn we weer verhuisd naar Udenhout, waar ik een paar jaar gewoond heb. En later in Waalwijk. Maar van recht kan je gewoon spreken dat je dus gewoon een bossenaar bent. Ik ben een bossenbos. Als we het over Oeterdonk hebben, ja. Toch? Ja. Ja. Zeg, muzikale familie thuis? Ja, bijna al mijn neven en ooms en zo zaten in fanfares en speelden trompet of tuba of whatever. Mijn vader speelt, hij leeft nog, accordeon of mondharmonica. Alleen ik speel niks. Je speelt helemaal niks? Nee, ik kan wel heel veel dingen, maar spelen en muziekinstrument heb ik nooit. Daar ben ik wel aan begonnen. Ja, ik kan een beetje tuba, een beetje trombone spelen, maar niet echt. Maar goed, het is wel een muzikale familie. Ja, ja. Op 8-jarige leeftijd had je een radio gekocht. Ging je luisteren naar welke zender? Nou, ik ben geboren in de platenzaak. Of tenminste, mijn vader en moeder hadden een witgoedzaak en een platenzaak in Udenhout. Dus ik ben in 1954 geboren en ik ben dus gewoon grootgemaakt tussen de grammofoonplaten en de hits van Bill Haley en Louis Prima en de Rob. En de radio's, de eerste radio's en televisies. En toen ik 3 was, had ik al een draagbare radio. En toen ik 5, 6, 7 was... Toen speelde ik natuurlijk met al die radio's die allemaal terugkwamen voor de reparatie. Dus ik heb eigenlijk altijd in die tussen de radio's en die grammofoonplaten gezeten. Dus dat was gewoon van tevoren was dat gewoon vastgelegd eigenlijk. Ja, ja. Je luisterde naar Radio Veronica, want daar was je een beetje bezeten van, geloof ik. Hè? Ja, ik zat op de lagere school en ik had iets aan mijn voet. Ik was geopereerd en het was geloof ik in de 4e klas. En ik kon de overgang naar de 5e klas niet meemaken, want ik zat thuis. En ik zat met die radio's te spelen en ik ontdekte 192 goed idee. En daar was ik echt helemaal kapot van. En later ook natuurlijk Luxemburg en zo. Dus zeg maar zo'n beetje rond mijn 7-8 is de liefde voor de muziek ontstaan. Met name de door Veronica. Ja, ja. Hoe is dat bij jou, Clemens? Jij bent geboren in... Uden. In Uden. Mijn vader lag in die tijd, wij komen uit Waalwijk. We hadden thuis, ik ben geboren in het café, zeg maar. We hadden thuis een café in Waalwijk. Het centrum van wat er in Waalwijk gebeurde. Bij ons was dansen, een grote danszaal, daar was veel te doen. Maar mijn vader is ziek geworden. In 1949, in 50 lag je in Nijmegen in het ziekenhuis. Toen zijn wij tijdelijk naar Uden verhuisd. Daar ben ik geboren. En dat was eigenlijk dus omdat mijn vader... daar was mijn moeder dichter bij Nijmegen. Die kon bij een oom in Uden gaan wonen. En ik heb een jaar hebben we in Uden gewoond. Toen zijn we weer naar Waalwijk terug verhuisd. Dus heel mijn leven heb ik ook in Waalwijk gewoond. Ja, wat heeft dat café jou gebracht uiteindelijk? Heel veel. Ik denk dat de basis van wie ik ben, is dat ligt in het café. Ik heb daar geleerd om met mensen om te gaan en ook niet, want we mochten niet zomaar café natuurlijk van mijn vader.
Maar ik heb daar wel ook het sociale leven leren kennen. En wij moesten thuis meewerken. Ik heb naar muziek kunnen luisteren. We hadden een jukebox in het café staan. En daar zat ik als kind al op het randje van de Woerlitzer. Zat ik naar muziek te luisteren. Johnny Hoes, Elvis Presley, de Everly Brothers. En had je toen nog in gedachten, je zegt, nou, ik wil later gewoon artiest worden. Speelde nee. dat toen nog? Nee, daar ben je niet mee bezig natuurlijk. Dat was niet, hè? Maar ik was wel, en net zoals Willem ook naar de radio luisterde, ik ontdekte Radio Luxemburg op zondagmiddag. Peter Koelewijn had daar een fantastisch programma. Volgens mij was het Tijd voor Teenagers, dat weet ik niet zeker meer. Maar goed, Peter Koelewijn had een programma waar ik naar luisterde op Radio Luxemburg. En daar... En ja, ik kende al die liedjes die op de jukebox stonden, kende ik van buiten. Ik heb 3 jaar terug nog Johnny Hoes ontmoet, of 4 jaar terug, op een feest. En daar kon ik woordelijk het liedje van hem, wat bij ons op de jukebox stond, De 14 Billetjes. Dat was een heel populair liedje in die tijd. Ik kende heel die tekst van buiten. Waarom? Omdat ik dat in die periode laat eens even horen. Laat eens even horen. Met jou willekes, met jou willekes, naar de 14 billetjes. Met jou willekes, met jou willekes, naar de 14 billetjes. En zo gaat het maar door. Moeilijke tekst, hoor. Precies. moeilijke tekst komt dan. Maar daar lag al de basis van mijn muzikale liefde, denk ik wel. Precies. Ooit gedacht, nou, dat nummer ga ik later nog een keer brengen, of niet? Nee. Wie weet, dat nog gaat gebeuren natuurlijk. Wat wel heel toevallig is, dat jullie beiden eigenlijk een eigen drive-in show hebben gehad. Ja, ja. We waren allebei DJ. Ja, ik begon op school. Ik had met een vriend Radio WB. En wij draaiden in verschillende tenten. Ik ben later in een bar gaan draaien in Waalwijk. Op de schoolfeesten draaiden we. En op een gegeven moment was dat voorbij. Er is wel een DJ aan mij verloren gegaan, want het is eigenlijk voor mij een van mijn grootste passies. Ja, ja. Hoe is dat bij jullie, heren? Want volgens mij zijn jullie ook opgegroeid met een drive-in show. Ik kan me zo maar denken. Jij, volgens mij doe je het nog steeds, Nick. Ja, welke drive-in show is dat? Now is the Time. Now is the Time. Oké, hoe lang doe je dat al? Dat doe ik al sinds mijn 25e. Daarvoor studeerde ik, maar ik ben ook met de muziek groot geworden. Mijn vader was accordeonist. Een heel populair bandje, de Bolero's. Samen gespeeld met de vader van Jack Verhaven. Dus Jack Verhaven, die nu zingt en nu nog drumt. En bij Exit heeft gespeeld, die ken ik al vanaf mijn derde. En dan was het zaterdagmiddag was het oefenen. Mijn vader ging in de huiskamer zitten oefenen, ging zitten spelen. Dus ja, mijn moeder speelde ook al. Dus je bent gewoon daar ook mee opgegroeid? Ja, en een neef van mij, Adam, heeft weer gespeeld bij Peter Koelewijn en zijn Rockets. Die heeft namelijk een live studio, dus ja, dat is niet de papperlepel. Zit gewoon in de familie. En jij, denk ik? Ja, ik heb in het verleden ook wat gedaan aan drive-in. Dat was allemaal niet zo heel spannend, maar wel leuk om op feestjes te draaien. En dat heeft er ook in geresulteerd dat ik in het verleden bij Radio Benelux, de voorganger van 8FM, nog op zondagmiddag wat muziek heb gedraaid. En we hebben wel eens moeten vluchten met zenders in onze handen, omdat zeg maar de radiocontroledienst onderweg was. Dus ik dacht dat jij zo'n brave jongen was, maar heel braaf. Ik weet braaf. Ik weet er ook alles vanaf. Ik hoor jullie net praten over Veronica, maar die was natuurlijk ook Noordzee. Ja, die Noordzee, natuurlijk. Dat was later, hè? Klopt. Maar ik was toen eigenlijk meer fan van... Van Noordzee maar wij zijn veel ouder als jij natuurlijk. Maar wij hebben het over de jaren 60 en toen was Veronica natuurlijk het schip wat op zee lag. Ja, precies. Nou, dat was in de jaren 70 nog zeker. Jullie gingen werken bij Franse Kok. Jij, Clemens, je gaat solliciteren daar bij Franse Kok. Wie was Franse Kok? Franse Kok kwam uit Tilburg en was in die tijd orkestleider. Beroemde orkestleider in Nederland. Hij heeft geloof ik op 3 songfestivals het orkest gedirigeerd, wat later Harry van Over onder andere gedaan heeft. Hij heeft met Lenny Koer, die de troubadour zong, het songfestival gewonnen. En Franse Kok die bedacht naast dat werk om eens een platenzaak te gaan beginnen. Dat was toen toch wel een opkomst. En die begon in Tilburg in een platenwinkel die al heel snel rendeerde. En daar kwam een platenzaak bij in Waalwijk. En daar werd hij voor aangenomen om daar de bedrijfsleider te worden. Ik heb een halfjaartje in Tilburg gewerkt. Toen heb ik een jaar in Waalwijk gewerkt en toen was er inmiddels een nieuwe zaak in Den Bosch geopend. En dat ging nog beter op de Pensmarkt. En daar ben ik in 1971 gaan werken en daar werd ik bedrijfsleider in die zaak op de Pensmarkt nummer 13 in 's-Hertogenbosch. Ja, dat was een fantastische tijd. Daar, in die tijd werden er echt platen verkocht, met stapels tegelijk. Ja, wat was een beetje, want in 1970 ben je daar gaan werken, hè? Als we dan al snel verder gaan, dan komen we aan 1971, hè? Leuke hits.
Onder andere heb je daar vele artiesten heb je daar mogen ontvangen. Ja. Eén daarvan, welke artiest is dat? De platenmaatschappij, ze wilden allemaal natuurlijk toen al in-stores doen om de promotie van de artiesten te doen. En ja, de allergrootste naam die wij daar binnen gehaald hebben was Gilbert O'Sullivan. Die in begin 70 dus een fantastisch album had. En ik heb hem hier naar bij me. Leg hem eventjes hier naar. Kijk, laat me eventjes zien naar de prijs zit er nog op. Precies, 21 gulden. Gilbert O'Sullivan heeft geld in een crisispakje. Kwam hij op de Pensermarkt op zaterdagmiddag. Ja, die was razend populair. Daar stonden echt honderden mensen die wilden allemaal de winkel binnen. Het resultaat was dat de winkel afgebroken was. De etalages lagen eruit. Omdat ze allemaal Gilbert zelf wilden zien. This feeling inside me could never deny me the right to be wrong if I choose. And this pleasure I get from say winning a bet is to lose. When I'm drinking my Bonaparte shandy, eating more than enough apple pies, will I glance at my screen and see real human beings starved to death right in front of my eyes? Nothing old, nothing new, nothing ventured, nothing gained, nothing stillborn or lost. Nothing further than proof, nothing wilder. Was dat nieuw in Den Bosch, dat er een artiest... Ik denk het wel. Dat was voor die tijd nog niet gebeurd. En toen hadden we ontdekt dat veel meer moest gebeuren natuurlijk. Dus Gilbert Sullivan was de eerste. Maar snel hadden wij André Hazes in de winkel. Toen nog helemaal niet bekend, maar die begon zijn carrière met een liedje dat heette Eenzame Kerst. Ja, ja. En dat liep nog niet zo goed. En die ging ook in stores doen. En wij hadden hem in de winkel op een zaterdag ook. Grote snor, lang haar. Niemand wist wie André Hazes was natuurlijk. Nee, maar wel leuk natuurlijk, zo'n André Hazes. Die is later zo'n grote artiest is geworden. Ja, ondertussen, we hebben naast Hazes ook Albert West binnen gehad. We hadden een hele de bus van Dureco met alle grote sterren. Jacques Herp, Kermiskant, de vader Abraham, alles kwam erbij. Ik heb hier een hele mooie foto met Albert West. En daar heb ik mijn duikbril nog op, zoals jullie kunnen zien. Je lijkt er totaal niet meer op. Maar ondertussen kwam ook nog Willem bij jou solliciteren. En, want dat is wel bijzonder. We hadden personeel natuurlijk nodig. Er stond in de kranten. In Brabant Zuid met een advertentie. En Willem heeft mij gebeld. En die is op een dinsdag bij mij komen solliciteren. We hebben een half uurtje te praten. En we klikten wel met elkaar vanwege, denk ik, ook onze muzikale ondergrond die wij hadden. En die moest op zaterdag bij mijn baas Franse Kok naar Den Bosch komen. En dan moest je even met Frans Kok praten, maar Willem. Hoe ging dat, Willem? Ik was sowieso al discjockey in die tijd. Ik draaide toen ook bij Top op, als voorprogramma van Ad Visser. Ja, oké. Okay. Ja, was dat een gezellige tijd? Ja, dat was Hoe ging dat? Dan had je gewoon Avro Stop op met Anthony Parker en Ad Visser die door het land trokken met de show. En dan kwam, zal ik maar zeggen, Ad Visser van, ik noem maar iets, van 9 tot 11. Maar van tevoren moest het natuurlijk ook gedraaid worden. Ik denk van 9 tot 10 of een half uurtje. Maar goed. In ieder geval weer een andere discjockey 5 uur voor 3 kwartjes draaien. Wij deden het voorprogramma. Dus ik verdiende eigenlijk mijn geld met... Ik zat op de MTS. Ja. En ik verdiende daarnaast mijn geld met draaien als discjockey. Maar goed, de MTS was niet aan mij besteed. Het heeft niet zo lang geduurd, hè? Nee, ik heb twee jaar bijna. En ik was al zo verschrikkelijk van plan om daar vanaf te komen. En het gebeurde in februari... 1973 werd ik van school afgeschupt, om het zo maar te zeggen. Ja, dat was natuurlijk een sensatie in die tijd. En ik was bang dat ik van mijn vader op mijn donder zou krijgen. Dus ik ging solliciteren. En er stond inderdaad een advertentie in de krant. Frans de Kok, grammofoonplaten in de bos zoekt verkoper. En ik ging solliciteren, wat Clemens net zei, bij hem thuis. Maar goed, formeel moest ik op zaterdag terugkomen om de grote baas te ontmoeten. Die moest ook nog een gesprekje hebben, Frans de Kok. Ik zie het nog voor me. Ik ging met de Thomas naar Den Bosch. Ik zet die Thomas daar voor het raam van de winkel. En op de Pensmarkt? Ja, op de Pensmarkt. Ja. En het was zo verschrikkelijk druk. Dat Clemens zei, ga maar vast aan de gang. En toen kwam meneer de Kok, hè, toen. Die kwam in die winkel en die zag het al. Ik zie het al, je bent al druk bezig. En toen was ik aangenomen. En toen ben ik dus daar in die platenzaak. Ik was gewoon de knecht van Clemens. En nog steeds trouwens. Maar wat zo bijzonder is, en dat missen we nu natuurlijk in zo'n platenzaak. Want dan... had je daar zo'n balie natuurlijk in zijn platenzaak. Ja. En dan had je twee van die oortjes. Ja. Ja, en dan, Clemens, mag ik deze plaat horen? Want en dan gingen ze natuurlijk zo vals als een neten gingen. Ze de plaatjes meezingen. Er werd veel meegezongen. Dat was heel komisch. Ja. Ja, want niemand had in de gaten natuurlijk dat hij de koptelefoon op had.
En heel veel mensen zongen mee, dat was wel hilarisch. Ja. Het leuke was, we hadden bij die bar hadden wij overal vakjes gemaakt. Ja. Want we kregen inmiddels veel DJ's en kroegen kwamen bij mij de plaatjes kopen. En voor iedere kroeg werden mooie dingen waarvan ik dacht, dat kunnen hun wel gebruiken. Die werden apart gezet. Ja, dat was leuk. Maar dat komt ook, ik haalde uit België, ik kwam iedere 4-5 weken in België, daar ging ik de nieuwste hits halen. Er waren natuurlijk heel veel liedjes in België die populair waren, die in Nederland niet uit waren. Ik weet bijvoorbeeld te vertellen dat de Two Man Sound met Disco Samba, dat verkochten wij al een half jaar al in de winkel, voordat de Nederland officieel uitkwam. Dat was zo met The Richie Family, The Best Disco in Town, dat was met Smoke Gets in Your Eyes van Blue Haze. En zo zijn er veel. Ja, zijn die door jullie gewoon hit geworden? Wij speelden wel een belangrijke rol, omdat wij met onze toch wat commerciële oren, die plaatjes al eerder in de winkel hadden. Maar hoe ging dat dan? Want wat is nou de grootste hit die jullie bij Franse Kok teweeg hebben gebracht, die dan landelijk wat betekend heeft? Ik denk de Richie Family. De Richie Family. Maar die waren dus in België al te krijgen, maar niet in Nederland. Dus dan moet je voorstellen dat de release in België, bij wijze van spreken, in maart was en in Nederland in juni. Want ik heb die tijd ook nog meegemaakt, hebben de grens overgingen en die plaatjes, want die ging natuurlijk allemaal illegaal, hè? Dat snap je natuurlijk ook wel. Maar hoe gaat het dan? Want dan is het een hit, dan denk je in ieder geval het wordt een hit en dan bel je de heren van Veronica of van Noordzee in die tijd. Veronica belde ons en wij moesten de top 20 doorgeven van de best verkochte platen. En dan gaven wij als tip, dikwijls, van die nummers, die gaven wij mee. Dan konden we vertellen, jongens, dat zijn goede liedjes en dat wordt bij ons goed verkocht, dus die willen we even als tip aanmerken. En daar deden we wel iets mee. Ja. Hoe ging het bij jullie? Jullie gingen ook gratis plaatjes halen bij deze heer, Nick en Danny? Voor de radiostations? In het verleden kwam ik daar heel vaak. Ja, en later zijn er natuurlijk meer platenzaken gekomen. En natuurlijk Frans, Karel Tiel. Ja, Karel Tiel, die maakt ook Karel van plaatjes. Ja, dat klopt. Ja, klopt. En Hans Verlimt. Hans Verlimt ook. Die heeft Goosje Zwageman. Ja, ja. Maar ik weet nog goed dat op de persmarkt bij Franse Kok, alle van die groene kozijnen waren, zat er in die winkel. Hè. Ja, ja, ja. Dat is echt nostalgie natuurlijk. En iedereen kwam in die platenzaak. Ja. Het mooiste was, als ze het niet hadden, dan kwamen ze eraan. Ik heb niet gehoord, of weet ik het waar, maar dan kwamen ze er gewoon aan. Ja, ja. Dus ook de discotheken destijds, ouderwetse discotheken, die draaiden gewoon echt, die kwamen bij de Scott. Maar er hebben heel wat mensen, klanten bij ons voor staan te zingen of een liedje, dan moesten ze een nummer hebben. Zing maar even, dan komen wij wel achter. Ja, precies, zo ging dat, hè. Ja. Als je nu je telefoon pakt en je laat het niet horen, dames, dan weet je dat. Zingen in de winkel, ja. Na 2 seconden zei ik, alsjeblieft stoppen, want ik wist al bij het liedje. Wat ik me herinner uit die tijd, daar hebben we het nog wel eens over. Clemens heeft het nog thuis liggen, maar er kwamen de mensen met een briefje in de winkel, 's morgens om 8:50... met een kroketje in de hand of een belfrieten. Op de worst van Hema. En dan stond daar, dan was volle toer geweest en er stond daar een titel op. Ja, ja, dan moesten wij gaan ontcijferen hoe het was. Nou, dat was humor. En op een gegeven moment, altijd hij heeft al die briefjes bewaard. Nou, dan had je zo'n soort plakboek waar daarin stond. Nou, dat was echt legendary. Ja. Ja. Maar hoe leefden de hits van vroeger ten opzichte van nu, Clemens? Ja, de mensen waren natuurlijk veel meer betrokken bij de liedjes, omdat er veel meer tv-programma's waren. Waar muziek ingedraaid werd. De mensen waren veel meer betrokken. Plus, wat heel belangrijk was, in die tijd waren er een aantal belangrijke radiostations. Veronica, de Tros, de Avro. En meer had je, en de NGV en de VARA dan niet. Maar die radiostations, die waren de hele week te beluisteren. En daar luisterden de mensen ook naar. Ja. En tegenwoordig heb je natuurlijk honderden stations. Ja, ja, en precies. Dus werden de mensen veel beter geconfronteerd met nummers. En als je één keer op tv zat te volle toeren, dan was het klaar. Dat heb ik wel recent nog verteld in een interview. Nog anders, op losse groeven. Op losse groeven eerst en toen later volle toeren. Dat, als je daarin zat, ja, dan kon je gewoon uitdelen in de winkel. Dan kwamen we op zaterdagmorgen, kwamen ze massaal de liedjes die waren geweest vragen en kopen. Ja. Hoe ging dat met bijvoorbeeld Silvio? Want het was een lokale band, hè? Vera, Marion, Come Back Home. Ja, ja. Heel populair. Ja. Hoe beleeft zo'n hit dan, zo'n bossenhit in zo'n zaak als Franse Kok? Die werd natuurlijk, zeker in de bossen, heel veel verkocht. En dat was dan in die periode de best verkochte plaat. Dat werd ook aan Veronica doorgegeven. Ja. Dus die kwamen uiteraard ook in hitparade. Daar is Ferrari hebben we natuurlijk gehad. En vergeet niet de Shuffles natuurlijk. Met Shall I Need You. Ja, 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 ja. Hoe heb je dat zelf beleefd, die hit in de hit daar in die winkel? Dat was een geweldige periode. Ik heb hier een foto met Franse Kok. Jan Vis was de manager. Was de manager van Albert West. Daarnaast zat Franse Kok. En Hans Hessers had een kroeg. Het Voske. Die kwam veel bij me in de winkel.
Hans Sessens is ook de eerste jaren bij de deurzakkers geweest. Dat was een, we waren met z'n drieën. Is dat zo, ja? Ja. Je hoort dadelijk wel het verhaal waarom, maar Hans Sessens hoorde daar ook bij. Okay. Het was een hele mooie periode. En wat heel leuk is, dat wil ik even vertellen. We hadden koopavond op vrijdag in Den Bosch in die tijd. En ja, dan ging ik met Hans Sessens even bij de Kleine Wereld eten. En dan gingen we nog even naar Hans Sessens en zijn zaak toe. En dan bel ik naar de winkel toe of het druk was. Nou, was het niet druk, dan bleef ik lekker bij Hans Sessens. Om 5:00 of 9:00 was ik in de winkel druk. Ging de kassa opmaken. Okay. En had ik al een paar biertjes op. Dat was een hele leuke periode. Of we gingen om de hoek in een straatje bij de Nieuwe V&D. Daar zat Gerard Geesink. Ja. De broer van Anton Gees natuurlijk, ja, met zijn café. Okay. En die had een gokhalletje ernaast. Daar stonden we altijd aan de flipperkast. Tussen de middag, hè? Ik kon allemaal alles opruimen. Al die mensen kan alles. Zeg, Willem, jij ging een keer naar een feest in Liemde. Had een prachtfeest. En na dat feest, ik weet niet wat er allemaal gebeurd is. Na dat feest had je een leuk idee. Je kwam de zaak in. Clemens die had koffie voor jou. Het was een carnavals. Ik zal het even heel kort maar krachtig vertellen. Het echte verhaal, dames en heren, kijkers. Ik was discjockey bij Topop, maar ook bij de Korenschuur in Liemde destijds, een discotheek. En dan heb ik het over de jaren 70. En het was in dit geval, ik was aan het draaien in de carnavalsperiode in 74. En toen kwam iemand van de carnavalsvereniging Boksel, die kwam naar mij toe. En die vroeg of ik deze LP wilde kopen, ik weet niet hoe die heet, voor 11 gulden en 11 cent. En ik kocht een carnavalsplaat van de lokaal bandje uit Boksel. En ik kocht die LP. Voor 11 gulden en 11 cent. En ik ging die gewoon afdraaien. En ik stuit op een liedje. En dat heette Prager Muzikanten. Een instrumentaal Egerlander melodietje. En ik vond het een hartstikke leuk liedje. En ik zet dat liedje op. Gewoon tussen. Het was in die tijd nog van zondagsmiddag 6 tot 's avonds 11 uur speed disco. Ik zet dat liedje op. Gewoon net als tussen Barry White voor de grap. En er komt een rij dansmariekjes voorbij gevlogen. En die gaan door de knietjes zo. Zo'n eerste het liedje was begon met ta 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 ta. En die meiden die gingen door de knieën. En toen kreeg ik echt het signaal van wauw, hier moeten we iets mee doen. Ja, ja. En toen kwam ik woensdags met 33 glazen bier in de winkel met die LP. Ik zeg Clemens, ik heb een idee. We gaan een liedje maken. Een liedje maken? Nou, en dat was in principe dat liedje. Want zak is lekker was. Door. Nou, dus dat bestond er niet. Ja. Oh, het was, ik heb het over carnaval 74. Ik heb er echt maanden mee moeten leuren in Hilversum. Alle platenmaatschappijen die er maar waren, was ik geweest. En niemand zag het zitten. Maar ik was over. Hij heeft in het begin ook nog getwijfeld. Maar uiteindelijk hoorde hij wel wat het idee was. Nou ja, en om een lang verhaal kort te maken. Uiteindelijk hebben we... Jan Vist kwam veel in de winkel. Hebben toen gebeld. Ja. Die hebben een liedje wilden maken. En die zei, kom maar naar mijn kantoor toe. Ja. Okay, maar Jan heeft het toen geluisterd. Achter op de klassieke afdeling hadden we van die Sansui-koptelefoons. En dan zat Jan zo te luisteren. En toen heeft Jan gezegd, we gaan het doen. We gaan er een loonpersing van maken. Want FC Den Bosch... Heb een idee, zei Jan. Ja. Ik wil FC Den Bosch erbij halen en de Kickforce. En de Kickforce. Hebben we goede media-aandacht krijgen we dan. En ze hadden geld nodig om een camera te kopen om de voetbalwedstrijden te filmen. Dat was eigenlijk de achterliggende gedachte. Nou, lang verhaal kort, zo gezegd, zo gedaan. Opgenomen in Den Haag, in de beroemde GTB-studio, onder leiding van Albert West. Die was maar waarom in Den Haag? Ja, daar zat Jan altijd. Daar nam Jan Vis op. Want waarschijnlijk was dat goed. Ik heb hier nog een leuke folder die in die tijd uitgegeven door FC Den Bosch natuurlijk. Tijdens de wedstrijden, dat dit liedje uit was. Ja. Ja, ja, ja. Toen hebben we het opgenomen, uitgebracht. Eigenlijk puur voor Den Bosch. Maar Albert had een contract bij CBS toen. Dus wij kwamen ook op CBS uit. En toen, ik weet het nog goed, opeens zaten wij bij Meta de Vries en Krijn Torga. Op maandagmiddag werden we uitgenodigd in het programma bij de AVRO op Radio 3. En in één keer kwam een reactie en voordat we het eigenlijk wisten... hadden we top op losse groeven en stonden we eigenlijk uiteindelijk na 3 weken op nummer 10 in de top 40. En toen waren de deurzakkers geboren, maar wat je al aangaf, laat me even ik heb hier als bewijs ook de top 40 van die tijd. Is echt, hoogste notering was nummer 10. Nummer 10 stonden nummer 10. Met zakken lekker door. 10 in de top 40. 1975. Ja. Je gaf al even aan, we begonnen eigenlijk met z'n drieën, Hans Hessels van het Voske, was eigenlijk in begintijd onderdeel van die deurzakkers. Wij zijn dus bij Jan Vis op kantoor en daar was ook Hans Hessels toevallig aanwezig. Nou, het is even terug naar afklemmers. Leg het even uit hoe dat... We hadden dus dat liedje en we moesten naar Jan Vis en toen, er was eigenlijk niks. Alleen niks. Het liedje en het idee en wij moesten z'n tweeën. En er was nog geen titel en er was nog geen naam. En inmiddels was Ad Kramer ingeschakeld door Jan Vis, want die maakte wel meer liedjes voor hem.
En die heeft een tekstschrijver ingeschakeld. En dat was Fred van Dam. Die kwam geloof ik uit het noorden van het land. En die bedacht eigenlijk Zakjes Lekker Door. Toen is het liedje geschreven. En naar aanleiding van Zakjes Lekker Door ontstond de naam De Deurzakkers. Ja, ja, op het kantoor van Jan Vis aan de... En omdat Hans Hessens, de koninginnenweg, tegen ons station. Ja. Ja. Nou goed, uiteindelijk... En toen was Hans Hessens aanwezig en zei hij, ja, laten we met z'n drie maar doen. Precies, uiteindelijk De Deurzakkers zijn geboren. Ondertussen, dat is wel leuk, dit jaar bestaan jullie 40 jaar. Ja, ja, ja. Dit jaar december, want toen is het liedje uitgekomen in 1974. Wat ga je doen als jullie 40 jaar in het vak zitten? Waarschijnlijk gaan we trouwen. Ga je trouwen? Ik vind het wel leuk als je met je twee eventjes gewoon even twee nummers achter elkaar even gaan brengen. Ja, is goed. Leuk zal zijn, zak eens lekker door. Ja, natuurlijk. Zeker doen. En we gaan nog meer... Het feest kan beginnen, want wij zijn binnen. Nou, dat is goed. Toepasselijk, ja toch? Oké. Okay. Nou, dan gaan we gewoon eventjes plaatsmaken voor jullie. En dan zou ik zeggen, dames en heren, we gaan kijken naar De Deurzakkers. Dit is het Artiestencafé. Zak is lekker door, zak is lekker door, dat is toch zo fijn. Zak is lekker door, dat is goed voor je rijn. Zak is lekker door, het doet heus geen pijn. Wie af en toe eens doorzakt, wordt nooit een chagrijn. De triplup ouwe taaien laat je trainen, tot je groen en geel voor je ogen ziet. De dikke buiken en de stijve benen, die zie je bij de oude taaien niet. Want of je 80 bent, of nog een jonge vent, een ieder is daar in zijn element. Zak is lekker door, dat is toch zo fijn. Zak is lekker door, dat is goed voor je lijf. Zak is lekker door, het doet heus geen pijn. Wie af en toe eens doorzakt, wordt nooit een chagrijn. En is het trimmen 's avonds afgelopen, en kan geen mens meer op zijn benen staan, dan gaan ze nog een lekker pintje kopen, voordat ze weer naar moeders pappot gaan. En in de nacht heel laat, dan hoor je op de straat, de trimclub dan in kennelijke staat. Zak is lekker door, dat is toch zo fijn. Zak is lekker door, dat is goed voor je lijf. Zak is lekker door, het doet heus geen pijn. Wie af en toe eens doorzakt, wordt nooit een chagrijn. En dan gaat hij nog een keer. Zak is lekker door, dat is toch zo fijn. Zak is lekker door, dat is goed voor je lijf. Zak is lekker door, het doet heus geen pijn. Wie af en toe eens doorzakt, wordt nooit een chagrijn. Zak is lekker door van 1975. Gaan we naar 1984. En wij zeggen, het feest kan beginnen. Want wij zijn binnen. Ja, la, 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 la. Het feest kan beginnen, want wij zijn binnen. We gaan er tegenaan. Want wij zijn binnen, laat nou de klok maar slaan. We bouwen met z'n allen een mooi feestje in de kroeg.
en blijven lekker hangen. Morgen vroeg is vroeg genoeg. Het feest kan beginnen, want wij zijn binnen. We gaan tot in de kleine uurtjes door. Want we gaan nog niet naar huis. Want ons moeder is niet thuis. We gaan met de fanfare heel vaak een dag op reis. We doen aan elk concours mee, maar winnen nooit de prijs. Maar dat is maar bijzaak, want waar het ons om gaat, is dat we kunnen feesten, het liefst tot 's avonds laat. Het feest kan beginnen, want wij zijn binnen, we gaan er tegenaan. Het feest kan beginnen, want wij zijn binnen, laat nou de klok maar slaan. We bouwen met z'n allen een mooi feestje in de kroeg. En blijven lekker hangen, morgen vroeg is vroeg genoeg. Het feest kan beginnen, want wij zijn binnen. We gaan tot in de kleine uurtjes door. Want we gaan nog niet naar huis. Want ons moeder is niet thuis. Na afloop van zo'n reisje wil niemand meer naar huis. Loopt iedereen te zingen, ons moeder is niet thuis. We lopen dan in optocht, snel naar ons stamcafé. We dansen, hossen, springen en iedereen zingt mee. Het feest kan beginnen, want wij zijn binnen. We gaan er tegenaan. Het feest kan beginnen, want wij zijn binnen. Laat nou de klok maar slaan. We bouwen met z'n allen een mooi feestje in de kroeg. En blijven lekker hangen, morgen vroeg is vroeg genoeg. Het feest kan beginnen, want wij zijn binnen. We gaan tot in de kleine uurtjes door. Want we gaan nog niet naar huis. Want ons moeder is niet thuis. En nog één keer. Het feest kan beginnen, want wij zijn binnen. We gaan er tegenaan. Het feest kan beginnen, want wij zijn binnen. Laat nou de klok maar slaan. We bouwen met z'n allen een mooi feestje in de kroeg. En blijven lekker hangen, morgen vroeg is vroeg genoeg. Het feest kan beginnen, want wij zijn binnen. We gaan tot in de kleine uurtjes door. We gaan tot in de kleine uurtjes door. Dankjewel. Dankjewel. Dit is het Artiestencafé. De mooiste verhalen en anekdotes. Complimenten, heren. Dankjewel. Zag er wel geweldig uit. Ze hebben weer zitting genomen. Maar geniet toch of niet, Danny, van deze? Nee. Waarom niet? Dat zijn onze beste vrienden. Ja, precies. Waar ken je elkaar van? Ja, nou ja, goed, we komen elkaar natuurlijk altijd tegen. Zeker bij 3 uurtjes vooraf. En dan proberen we altijd wel redelijk te dollen. Want er zijn natuurlijk wel mensen bij die zeg maar, net in het andere genre zitten. Kijk, wij zijn carnaval, de deurzakken zoeken carnaval. En dat is niet altijd het geval. Maar ja, wij komen dan bij elkaar en dan doen we een biertje drinken, een beetje slap houden en proberen begaantjes te maken. En we klikken goed met elkaar, dat is belangrijk. Ja, ja. Precies. Ja. Kijk, we hebben 3 of 4 jaar geleden heb je nog een keer een interview gehad bij KRO. Hè? Toen kwamen we net van achter. Er is een programma geweest dat heet. Het gevoel van. En daar zaten we in en hebben we ze ook uit. Waren ze, kwamen ze in de kroeg tegen. Dus ja, precies. Nou, uiteindelijk hebben ze dat in gedachten genomen. En nu hebben ze gewoon die titel alweer. Plagiaat. Hebben ze gewoon geprikt natuurlijk. Ja, we krijgen daar geld van. Dat komt goed naar de Je moet het vuren. Nieuwe album van Nick en Danny. Daar staan alle grote hits in op. Nou, eigenlijk en alles hebben we uitgebracht. Ja, en dat zijn gewoon fantastisch. Alle 3 staan erop. Fantastisch album gewoon. Ja. Want ik volg u al jaren natuurlijk. En je moet het voelen. Waar is dat gevoel? Het komt eigenlijk van een oud nummer af. Van Wim Kersten met de Kikvorsen. Je moet het voelen. Ja. Is dat zo? Okay. Ik denk dat het meer dan 40 jaar oud is. 40 jaar oud. En hoe gaat dat? Weet je hoe dat nummer gaat? Je moet het voelen. Binnen in de bast. Ja, precies. Dat gevoel, ik moet ook wel zeggen dat jullie dat overbrengen. Want
Ik zat jullie nieuwste single zat ik te beluisteren. En wat ik bij jullie krijg, is... Dan gaat van binnen alles borrelen eigenlijk. En dan beluister ik dat nummer en denk van... Nou, ik kan zo snel niet mogelijk beginnen om gewoon carnaval te gaan vieren. Dat maken jullie los in jullie sound. Ik weet niet of dat gewoon de nostalgische carnaval sound is die je dan neer wil zetten. Maar je maakt wat bij de mensen wat los met jullie sound. Ja, nou ja, goed, daar zijn we hartstikke blij mee natuurlijk. En laten we eerlijk zijn, we hebben de afgelopen 11e weer een fantastisch feest gehad. En als je dan ziet dat al die Oeteldonkse mensen met een prachtig weer op de parade staan. En al die clubs die langskomen en iedereen die muziek maakt. En elk liedje wat dan voorbij komt, dat is voor mij het gevoel. Ja, ja. Altijd is dat het gevoel. Waar is dat bij jou, Clemens, dat gevoel? Ja, kijk, wij komen uit Waalwijk, daar is het carnaval, stelt helemaal niks voor. Ik ging trouwens als kind, als jonge gast met mijn vrienden op de middelbare school naar Den Bosch carnaval vieren. Want daar gebeurde het. Ja. Vanaf het station gingen wij in daar zongen wij het potje met, een potje met vet. Dat zongen we dan, gingen we naar het centrum toe. Dus ik ben wel een echte carnavalsvierder. Mm. Alleen door mijn werk op een gegeven moment is dat natuurlijk een beetje ondergesneeuwd. Maar ik zat liefst op de tafel te feesten. Ja, precies. Ja. Ja, ja. Een fantastisch album wordt gepresenteerd. Je hebt al diverse prijzen in de wacht gesleept. Ondertussen was dat in 2012 bij Omroep Brabant. Ja. Het was ook weer een relletje, geloof ik. Hè? Het was een relletje. Ja, een klein relletje. Ik heb 3 dagen aan de telefoon gehangen met L1 uit Limburg. Dus, nou, het was het mooiste. Wij hoorden ook een melodietje. En dat was een Limburgs melodietje. Ja. En god, dat is een leuk liedje. Dat is leuk. Maar we konden er een klap van verstaan. Ja, hang de vaan, oet of zoiets. Dat wordt verder is onbestaanbaar in het Limburgs. Maar een hartstikke lekker melodietje. Al van een aantal jaren oud. En zijn vrouw, die Angelique, die heeft daar een eigen Oeteldonkse tekst op geschreven. En dat klonk hartstikke goed, weten wij veel, dat daar zo'n ophef over gemaakt is. Overigens hebben we wel altijd de originele componisten vernoemd, dus we eigenlijk hier niet zijn. Ja. Dan mag het dan wel, als je de componisten benoemt, dan mag het. Zo gauw als er een hit in beeld komt, dan krijg je problemen. Ja, precies. Dat klopt. Dat hebben wij ook gehad met Zak Vlekken door. We hebben gekeken naar de nummer en als je dan de commentaren ziet in Limburg, dat nummer kwam uit Heerlen en de mensen in Heerlen zeiden, het is een schande voor Heerlen en dat moeten we niet willen. En wat is het belachelijk, want het is gewoon een prachtige mooie melodie. Ja, precies. Dus laten we dat vooral eens doen. Ja, maar jongens, dat heet Kinderzinnen, hè? Dat hadden wij dus in 1974 met Zakjes Lekker Door. Nou, ik heb hier een krantartikel, een club uit Boksel die dat gemaakt had, die vonden ook dat hun het idee hadden, maar Zakjes Lekker Door was nooit in beeld bij die mensen. Alleen, wij gingen natuurlijk eigenlijk met de hits slepen die hun ook al speelden, die hun op de plaat hadden staan. Ik kwam er eigenlijk neer dat Danny had Perrebuis een foutje gemaakt, die had erop geschreven, ik zeg maar, Nick Bult, het was niet zo. En wij heetten Nick en Danny. Ja, dus die mensen, het was gewoon een foutje. Ja. We hadden wel een schrijver gevonden, maar dat was helemaal niet de schrijver. Daar was het aan door de staan, want hun dachten van Nick heeft het geschreven. Ja. Nou, de rand is dat gecorrigeerd en alles bij Wim Stemmer. Maar we mogen weer Limburg binnen. Dus. Ja, ja. Ik kan niet wachten dat jullie gewoon je nieuwe single gaan zingen hier. Hoe heet de nieuwe single? Die heet, Gij bent het mooiste waar me ooit is overkomen. En we gaan ook even nog luisteren en kijken naar Gemoed 3 dagen. Volgens jou de beste tot nu toe? Dat vond ik het beste. Oké, nou. Dames en heren, mag aankondigen. Hier zijn zij, Nick en Danny. Dit is het Artiestencafé. Jij bent het mooiste wat me ooit is overkomen. Schat, je bent nog net zo mooi. Jij bent door de jaren niks veranderd. Alles zit bij jou nog in de plooi. Zou ik alles overdoen, dan koos ik weer voor jou. Je bent een bluffer waard, de allermooiste vrouw. Het mooiste wat me ooit is overkomen. Mijn lieve schat, ik hou zoveel van jou. Morgens als ik wakker word, dan staat de koffie klaar. Dat vind ik echt van jou, een super lief gebaar. Alles samen delen met een lach en met een traan. In goede en nog slechte tijden altijd naast me staan. Jij bent het mooiste wat me ooit is overkomen. Mijn lieve schat, je bent nog net zo mooi.
gein, ben door de jaren niks veranderd. Alles zit bij jou nog in de pot. Zou ik alles overdoen, dan koos ik weer voor jou. Je bent en blijft voor mij de allermooiste vrouw. Het mooiste wat me ooit is overkomen. Mijn lieve schat, ik hou zoveel van jou. Eén keer per jaar is het bij ons 3 dagen bal. Verkleed als boer en duske, dus is carnaval. Na een goed ontbijt, dan is het tijd voor een groot feest. Er zijn maar weinig kroegen waar wij niet zijn geweest. Mooiste wat me ooit is overkomen. Mijn lieve schat, je bent nog net zo mooi. Gij bent door de jaren niks veranderd. Alles zit bij jou nog in de plooi. Zou ik alles overdoen, dan koos ik weer voor jou. Je bent en nog voor mij de allermooiste vrouw. Het mooiste wat me ooit is overkomen. Mijn lieve schat, ik hou zoveel van jou. Mijn lieve schat, ik hou zoveel van jou. Ja. Ja, dat was de nieuwe, hè? De nieuwe. En we gaan dan één van de allermooiste doen, want we zijn de mening over deel. Maar ik vind het zelf een geweldig nummer. Je moet 3 dagen even niks meer aan me vragen. Daar gaan we. Pak me snel een beetje mee hier, hoor, in het café, hoor. Gezellig, hoor. Je moet 3 dagen even niks meer aan me vragen. Het hele jaar ben ik van jou. Dan ben ik de liefste vrouw. Maar deze dagen moet je echt niks aan me vragen. Je moet niet mouwen aan mijn kop. Waar ik gespaard heb, maak ik op. Het hele jaar dan zit ik bij mijn vrouw onder de plek. Dan denk ik wel eens, hou eens op, want ik word knettergek. Maar in een keer per jaar, dan kent ze in de boom. Dan bouw ik me de mond en dan doen we het gewoon. Je moet 3 dagen even niks meer aan me vragen. Het hele jaar ben ik van jou. Dan ben ik de liefste vrouw. Maar deze dagen moet je echt niks aan me vragen. Je moet niet mouwen aan mijn kop. Waar ik gespaard heb, maak ik op. Het hele jaar dan zet ik uit, doe dit en doe eens dat. Begrepte dan dat ik het nooit zo'n jaar weer heb gehad. De blik is buiten zetten, 3 dagen flink de keer. En ik zal u vast verklappen, volgend jaar doen we het weer. Je moet 3 dagen even niks meer aan me vragen. Het hele jaar ben ik van jou. Dan ben ik de liefste vrouw. Maar deze dagen moet je echt niks aan me vragen. Je moet niet mouwen aan mijn kop. Waar ik gespaard heb, maak ik op. Je moet 3 dagen even niks meer aan me vragen. Het hele jaar ben ik van jou. Dan ben jij de liefste
vrouw. Maar deze dagen moet er echt niks aan me vragen. Je moet niet mouwen aan mijn kop. Waar ik gespaard heb, maak ik op. Je moet niet mouwen aan mijn kop. Waar ik gespaard heb, maak ik op. Compliment voor deze Niek en Danny. Betekent het einde van dit prachtige tv-programma. Clemens, bedankt voor de aanwezigheid. Willem, Niek en Danny. Ik zou zeggen, hele goede carnaval. En uw kijker natuurlijk bedankt voor het kijken naar dit programma. En graag tot volgende week. Hoi.